Mijn bed moet ik verschonen, ik moet naar de wc. Belastingformulieren, de laatste een week of twee. Ik zou langs bij haar vanavond, of kwam ze nou bij mij? Mijn agenda moet ik bijhouden, maar ik heb te weinig tijd, te weinig tijd. Zoveel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog Hinkstap springen op de maan. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. Nog heel wat botters in Nederland. Botters die ooit gebouwd zijn op de vele botterwerven die er waren. Eén daarvan is de helling van Nieuwboer in Bunschoten-Spakenburg. De enige authentieke botterwerf die nog in bedrijf is. Een uniek overblijfsel van onze rijke Zuiderzeecultuur. De stichting Botterwerf heeft zich tot taak gesteld deze botterwerf te renoveren en te exploiteren. Botterbouwer Zeger Nieuwboer is een rechtstreekse afstammeling van de familie Nieuwboer die de werf vanaf 1829 in bezit had. Maar de geschiedenis van deze werf begint al in de 18e eeuw. De oosten van de 19e eeuw begon de grote groei van de visserij. Ook Bunschoten-Spakenburg werden visserijplaatsen van betekenis. Want voor de snel groeiende bevolking in de steden was steeds meer voedsel nodig. Onder andere vis die gevangen werd in de Zuiderzee. Met botters. Alles en iedereen draaide om de visserij. Maar de concurrentie van de andere Zuiderzeedorpen was groot. Om die de baas te kunnen blijven, kwam men met nog betere botters, zoals de Zuidwalbotter,
die op de helling van Nieuwboer gebouwd werd. Ook de werf zelf ging met zijn tijd mee. De paarden waarmee de schepen op de helling werden getrokken, werden vervangen door een stoommachine. Heel modern in die tijd. 500 botters per jaar op de werf. Ja, in het hele dorp was feitelijk een en al vis. Dus de lucht die zal daar ook wel naar geweest zijn, maar ik denk dat je er ook aan went. En op de werf was het koolteren en pek en het is... De visserij groeide en was goed voor werk en economische voorspoed. Maar terwijl de vis met tonnen werd binnengebracht, waren waterbouwkundige ingenieurs al bezig met plannen die een einde zouden maken aan de typische Zuiderzeecultuur, de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. In 1932 reden de eerste auto's over de afsluitdijk. De botters voeren niet meer uit. Er gleden steeds minder botters van de helling van Nieuwboer en de ambachtelijke botterbouw dreigde langzamerhand te verdwijnen. Botterbouwer van Halteren. Nou, materialen in zo'n schip, dat zijn natuurlijk de krommes, de spanten die erin zitten. Die zijn krom gegroeid aan de boom, daar zoeken we kromme takken vooruit. We gaan dus ook zelf wel het bos in, dat we zeggen van die en die boom moet je voor ons... Alhoewel er nauwelijks nieuwe botters worden gebouwd, wordt op deze werf nog steeds op dezelfde ambachtelijke manier gewerkt. Met dezelfde gereedschappen en mallen van vroeger worden botters gerestaureerd en onderhouden en worden er nieuwe onderdelen gemaakt voor de vele botters die nog in de vaart zijn. De stoere werkschepen van vroeger zijn heel populair bij de recreanten van vandaag. De karakteristieke botters met hun grote bruine zeilen voorzien in een recreatieve behoefte en vormen tegelijkertijd de varende verwijzingen naar vroeger. En zolang er botters varen, zal deze werf nodig zijn voor onderhoud, reparatie en restauratie. Maar ook als een levend bewijs van hoe het vroeger was. Zo vormt de helling van Nieuwboer een levende band met de unieke Zuiderzeecultuur die ook in Bunschoten-Spakenburg tot grote bloei kwam. De werf wordt in zijn oorspronkelijke staat gerenoveerd en daarnaast ook geschikt gemaakt voor educatieve en recreatieve doeleinden. Er komen voorzieningen voor ontvangsten, rondleidingen en rondvaarten. En dat alles terwijl het echte, oude, ambachtelijke werk doorgaat. Op de laatste authentieke botterwerf in bedrijf. De helling van Nieuwboer. Dat draagt bij aan het karakter van het dorp. Aan het unieke van de werf en zodoende.
eerste vorm van visserij treffen we een span Volendammers met de wonderkuil. De wonderkuil is een net dat met grote snelheid tussen twee schepen wordt voortgetrokken en waarin men alle soorten vis vangt. Hoekwand wordt gereed gemaakt. Het hoekwand is een zeer lange lijn met honderden haakjes waaraan aas wordt bevestigd. Hiermee worden jaarlijks duizenden kilo's paling gevangen. Tegen de avond of in de vroege morgen. Naar Volendam. Scheepswerf is het een en al bedrijvigheid. Vooral op zondag, als iedereen op zijn fraaist is uitgedost, komt de schilderachtige klederdracht bijzonder tot zijn recht. De fraaie oude speeltoren van Monnikendam.
De vishandelaren trekken naar de hoofdstad om hun waar van de hand te doen. Zie ze snorren, die oude fortjes. Marken, het wereldvermaarde Zuiderzee-eiland. Fuikenvissen op de knar. De knar is een ondiepe schelpenbank waar in het vroege voorjaar de haring komt kuitschieten. Hier wordt in hoofdzaak de fuikenvisserij uitgeoefend. De rijke haringvangst wordt binnengehaald. Honderden vissers vinden hierin een goed bestaan. In de haven van Bunschoten. De
De vissers zijn bezig met het repareren en in orde brengen van hun fuiken. Ofschoon minder bekend dan die van Marken en Volendam, heeft ook Bunschoten zijn eigenaardige klederdracht. Weg naar Huizen ontmoeten we een span Huizer botslepers bezig met het binnenhalen van de vangst. De haven van Huizen. Tot de belangrijke nevenbedrijven behoren de bokkingrokerijen, het speten van de haring. De aan stokken geregen vis wordt in rookkasten opgehangen. Vele rappe handen verpakken de zogenaamde Harderwijkers voor export naar alle landen van Europa. We varen de haven van Harderwijk binnen. De raderboot van de Holland-Veluwe-lijn vertrekt naar Amsterdam.
De scheepshelling wordt met man en macht aan de reparatie en uitbreiding van de Zuiderzeevloot gewerkt, alsof er geen boze droogleggingsplannen zijn.